maar blijkbaar niet te ziek om een kilo koekjes weg te werken. De moeder vroeg het meisje op het pad te blijven. Dan zou ze vanzelf bij grootmoeder terechtkomen. En ze moest niet van het pad afgaan, want anders zou ze kunnen vertalen. Kijk, als ze dat nou gewoon had gedaan, dan was er niks aan de hand geweest. Onthoud dat goed. Nou, afijn. Roodkapje gaat op pad. En ik denk, ik hou het even in de gaten. Niet om erop te eten, hè. Ik was bezorgd. En ik wilde er zeker van zijn dat ze niet van het pad af zou gaan. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Ze lijkt zich niet bewust van het gevaar. Dus loop ik steeds iets verder mee met haar. Want zij mag niet verdwalen. Ze vraagt me wat ik wil dan. Vragen word ik stil van. Maar zij vraagt wat ik wil dan. Daar word ik stil van. Je bent nog zo klein, het bos is zo groot. Want als je verdwaalt, dan raak je in nood. Ga met je mee, dan gaat er niks fout. Snap ik waarom je mij niet vertrouwt? Zeg in die mand, is die niet te zwaar? Het is nog zo ver, geef mij dan maar. Ga met je mee. Ga met je mee op pad, ga met je mee. Zo zie ik nog eens wat. Ik lijk misschien gevaarlijk, maar ik wandel ook zo graag. Het lopen is gezond en het is heerlijk weer vandaag. Ga met je mee. Ga met je mee. Doe maar mee. Ga met je mee. In deze kant ga met je mee. Ga met je mee. Met z'n allen. Ga met je mee. En op dat moment kwam die vervelende jager eraan. Ik schrok me een ongeluk. Jagers zijn hele nare mensen. Ja, daar moet je voor oppassen. Voor je het weet, heb je een kogel in je kont. Goedemiddag, meneer de jager. Hoe maakt u het? Hè? Jager wilde mij dringend spreken, want er waren 6 geiten vermist en of ik daar iets vanaf wist. Ik bedoel maar, hè. Ik krijg altijd overal de schuld van. Wat moet ik nou met 6 geiten? Kinderboerderij beginnen? Wat zei jij? Opgegeten? Precies, ik eet helemaal geen geiten. Denken jullie dat allemaal? Nou echt, het is echt waar. Sterker nog, vanavond vertel ik u de waarheid. En niets anders dan de waarheid. Ik ben vegetariër. Ja, dankjewel. Ja. Ja, mag best hoor. Ik eet helemaal geen vlees. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Al dat dierenleed. Ik leef op groente en fruit. We hebben bosbesjes, appels, andijvie, verder niks. Ook daarom zie ik ook zo pips. Oh, en rauwkost. Heel veel rauwkost. Rauwe sla. Rauwe worteltjes. Ben jij een worteltje? Zal ik hier gaan staan? Ja? Hier dan? Van de aardbodem verdwijnen? Zo. Nou, waar was ik? Nou, de jager die dacht dus dat ik iets te maken had met die 6 vermiste geiten. Want ik voldeed aan het signalement. Ik ga je niet opeten, lieverd. Daar gaat deze hele show over. Dit keer had hij namelijk een ooggetuige. Nou, ooggetuigen, dat geloof je toch niet? Ik had ze immers allemaal verslonden. Ik bedoel, dat had hij allemaal verslonden. Maar op dat moment zie ik Roodkapje van het pad afgaan. Maar de jager, die blijft maar vragen stellen. Hij wil mijn poot zien en weet waarom hij zo wit is. Dus ik vertel hem dat ik een appeltaartje had gebakken. Dat ik waarschijnlijk nog wat meel aan mijn poot had zitten. Dat is alles. En weg.
plassen. Oh nee. Roodkapje! Opzij, opzij.